Als de tentamens weer in zicht zijn, stromen alle mogelijke studieruimtes weer vol. Van koffiecompany tot aan universiteitspiep. Het is elke keer weer vechten om een plekje. Maar wat is nou de fijnste plek om te leren? Nummer 1. Een koffietentje. Muziekje op de achtergrond, kletsende mensen en natuurlijk koffie. Wat maakt dit een geschikte leeromgeving? And everyone seems to be usually pretty efficient with what they're doing. They have good coffee, they have good food. Because I really like the atmosphere here. I think it's very calm and chilled out. And also because of the location, that it's central and close to the university as well. Of nummer 2, de bibliotheek. Doodse stilte en rust, de ideale plek om te studeren? Ik vind het fijn als iedereen een beetje om me heen aan het studeren is, gewoon voor het gevoel. Well, it's quiet and there's no distractions. Easier to study and concentrate. At home I just get distracted way more easily and therefore I prefer studying in the library. En tot slot nummer 3. Thuis, Oost-West, thuis best? Ik studeer het liefst thuis omdat ik dan minder reistijd kwijt ben, waardoor ik meer tijd heb om te werken. Ja, het liefst studeer ik thuis. Daar is het gewoon rustig en meestal zijn mijn huisgenootjes er ook niet. Pas tegen het avondeten komen ze thuis en dan vind ik het ook wel een goed moment om te stoppen. I do like doing work at home, but there's a lot of distractions. Stilte of juist een levendige omgeving? De meningen zijn nog erg verdeeld.